het ook niet verkopen. Maar ik kan wel mensen leren om het zelf te maken. En jullie hebben een moreel recht om dat zelf te maken, maar je bent ziek. Je bent niet geholpen met reguliere middelen. En als je niet geholpen bent met reguliere middelen, vind ik, mag je iets doen waarvan de wetgever eigenlijk zegt van ja, dat mag niet van ons. Hoezo mag dat niet van jullie? Heb je een lijntje met ons lieve heer of zo? Kon je vroeger nog zeggen, maar tegenwoordig trappen we daar niet meer in. Dus ik ben allerlei mensen gaan leren om zelf wietolie te maken. En dat noem ik wietolie 2.0. En wietolie 2.0, dat was in 2009. En daarna kwam in 2013 hetzelfde idee. Het verdunnen van de werkzame stof. En dat was CBD-olie. En ook weer zoveel mogelijk mensen laten zien, zoveel mogelijk mensen laten weten. En zoals het nu is, weet je ook wel dat CBD-olie is overal te koop. Het is de meest gebruikte vorm van cannabisproduct dat er is. Coffeeshops zijn helemaal niet meer interessant in die verhouding. Er zijn veel meer mensen die CBD-olie gebruiken en THC-olie, als dat er mensen zijn die in de coffeeshops zijn die joints zitten te lurken. En gelukkig weet de overheid dat nog niet, maar ik vertel het jullie maar vast, dan weet je dat. Het is een totaal andere situatie en we zitten op een keerpunt. En op dat keerpunt is het goed om iedere keer de formule te verbeteren. En ik ben dus nu bezig met wietolie 3.0. En 3.0 is wat jullie net hebben gehad. En 3.0 wil zeggen, dat is de derde versie van wietolie die ik ken, die ik bedacht heb eigenlijk. En die is vele malen effectiever als wat het tot nu toe was. Zo effectief dat ik ervan overtuigd ben dat dit niet meer onder druk is. Dit is niet meer tegen te houden. Want, wat is de clue? Je zet je koopt 5 gram cannabis in een koffieshop. Of je zet een plantje neer, zo'n klein plantje, haal je 5 gram. Niet vanaf, je haalt er 10 of 15, whatever, weet je wel. Dan maak je een flesje wietolie van, THC-olie. Wij leren dat in 2 keer per week hebben wij een cursus waarin we mensen leren om dat te maken. En die wietolie, ja, dat is dan een flesje, zoiets. En er zitten 80 tot 100 druppels in. THC-olie, dit is 10 keer verdund. Als je hier 3, 4, 5 druppels van neemt, ga je het misschien voelen. Want het is 10 keer verdund, zware verdunning. Maar dan wil ik doen, dat als je hiervan 1 druppeltje bij een flesje CBD-olie doet, zoals dit, 20 milliliter CBD Max, dat is het product dat wij maken. Als je daar 1 druppel erbij doet, goed schudden, en je neemt daarvan elke ochtend 1 druppel terug van je hand opprikken, dan is je pijn binnen een half uur belangrijk minder. En ik maak daar filmpjes over en ik interview patiënten en dat laat ik alles niet meer zien. Dit wil ook zeggen dat als je dit flesje 1 keer gebruikt hebt, je hebt nu maar 1 druppel eruit te nemen, dan heb je hem bijna een jaar, anderhalf niet meer nodig. Want hier zitten 500 druppels in. En dat wil zeggen dat je bijna anderhalf jaar lang elke ochtend 1 druppel kan nemen. En dit flesje doe je dan in de diepvries. En iedere keer als dit op is, haal je het flesje uit de diepvries, komt een nieuw flesje, doe een druppel bij, goed schudden, elke ochtend een druppel. Op de rug van je hand, zoals ik jullie net heb laten doen. Want dan komt het in je mond, binnen 10 minuten zit het in je bloed. En als je het elke keer op dezelfde manier doet, dan heb je de meeste kans op succes. Dit is zo efficiënt, dat dit flesje met zo'n 100 druppeltjes, daar kan je dus 100 van deze flesjes van maken. 100 van deze flesjes, ieder heeft 500 druppels, dus dat betekent 5000 druppels. Als je dat gaat uitrekenen door 365 dagen per jaar, dan kom je uit op 130 jaar lang. En elke dag een druppel nemen, met 1 flesje THC-olie van 5 gram wiet. Dat is niet meer te verbieden, dat is ook niet meer tegen te halen. Want 5 gram wiet, dat mag je in iedere koffieshop kopen. Dus dat hele verbod, dat is eigenlijk einde verhaal. Alleen ze weten dan niet in Den Haag en dan moeten ze er ook maar niet te veel rukbaarheid aan geven. Anders dan komen ze op ons af en dan gaan ze het verbieden. Want jullie weten het en die kennis probeer ik aan zoveel mogelijk mensen te verspreiden. En niet alleen jullie, maar ook op internet. Het is gewoon niet meer tegen te halen. Het is de kennis. Kennis is macht. En die macht die hoort bij de mensen. En niet bij de overheid en ook niet bij de farmaceutische industrie. En bij repressieve organisaties en wat ik dan noem de repressieve geesten. De repressieve geesten in Den Haag, die hebben de progressieve mensen wappies genoemd. Waarbij ik denk van oké, alfabet, weet je wel, UVW, X, Y, Z, de wappies.
dan krijg je, uiteindelijk krijg je Z, dat zijn de zombies. Die zitten in Den Haag. De levende doden, die kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe het ook anders kan. De wappies wel. Die hebben een overmaat aan fantasie. En dat is scary voor de zombies, want die denken, dus dat je idioten zijn dan. Ja, maar die idioten die zijn wel in staat om iets nieuws te bedenken. En dan moet iets nieuws bedenken. Want de helft van de Nederlandse bevolking is ziek. Draagt al in zich de ziektekiemen, de ziekte bij zich, waar die later aan gaat overlijden. En synthetische medicijnen gaan ons niet verder helpen. Die hebben ons helemaal goeds gebracht. Kijk naar de, hoe heet dat? Antibiotica. Maar we zien ook dat we aan de grens zitten van wat mogelijk is en dat we er eigenlijk al ruim overheen gaan. Aan synthetische medicijnen gaan tegenwoordig honderdduizenden mensen per jaar dood. Maar cannabis is in 10.000 jaar nog nooit iemand overleden. En toch blijft dat verboden en toch wordt dat bestreden. Dus als ze gaan zeggen, laten we het gaan legaliseren, dan zeg ik, nee jongens, jullie hebben bloed aan je handen, blijft het in godsnaam vanaf. Helemaal niet nodig. Ik leer de mensen hoe ze het zelf kunnen doen. Dat is jullie niet nodig. Gaan we andere dingen reguleren en je met andere dingen bezig gaan. Want dit is iets dat hoort bij de mensen en niet in jullie handen. Dit is niet iets om geld aan te verdienen. Dit is eigenlijk iets wat zowat gratis zou moeten zijn. En oké, kostprijs dan, weet je wat. Maar het is niet iets dat past in een verdienmodel. Ga je wat laten zien. Stichting Medi, daar hebben we al 3,5 miljoen bezoekers ontvangen. Dus er zijn een heleboel mensen die ervan weten. Alleen in Den Haag weten ze er nog niet weinig van. Vandaar dat ze zich nog steeds verzetten tegen dit gebeuren. En vandaar dat ze nog steeds criminaliteit creëren met een verbod. Want als de cannabis niet verboden zou zijn, dan zijn er ook geen mensen die de varkensschuren mee volzetten. Dan zijn we een heleboel criminaliteit kwijt. En dan krijg je ineens politie die weer tijd heeft voor de burger. Vandaar is er geen tijd voor je. Ze zijn bezig met belangrijke zaken. Zoals het bestrijden van herfplantages en varkensschuren vol met wiet. En de bijbehorende criminelen. En dat is allemaal heel erg en heel belangrijk en heel schadelijk. Dat roepen ze. Maar ze kunnen niet erkennen dat hun eigen houding, dat verbod waar ze zo voor zijn, de belangrijkste oorzaak is van die criminaliteit.